onderhandeling, regering, vakbeweging niet rond in juli. De regering en de drie groepen van vakbeweging waarmee wordt onderhandeld over aanpassingen van salarissen zullen geen overeenstemming kunnen bereiken deze maand. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond. President Chan Sant'Oki woont een CARICOM staatshoofdenvergadering bij in Grenada, waardoor er nog geen spijkers met koppen kunnen worden geslagen. Rafaksur Plus, de veiligheidsbonden en de COL die apart vergaderen, hebben de voorstellen van de regering afgewezen. De regering onderhandelt met drie groepen, maar het uiteindelijke besluit zal voor alle ambtenaren en met hen gelijkgestelden hetzelfde zijn. De wensen van de groepen lopen ook uit elkaar. Michael Miskin, voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisaties, zegt desgevraagd aan Star News dat hij verwacht dat pas in augustus duidelijk zal worden wat het resultaat van de onderhandelingen uiteindelijk zal zijn. Wat de uitbetaling van de koopkrachtversterking betreft, heeft minister Stanley Raghubar Singh van Financiën en Planning via de presidentiële woordvoerder Jason Simon laten weten dat deze in juli niet wordt uitbetaald aan ambtenaren. De reden hiervoor is dat ambtenaren in juli hun normale salaris krijgen met daarbovenop vakantiegeld. Ambtenaren hadden gerekend op de koopkrachtversterking van 3500 SRD. Miskin merkt op dat tussen de vakbeweging en de regering niet is overeengekomen dat er geen koopkrachtversterking aan de ambtenaren zal worden betaald over juli. Al de maanden tijdens de onderhandeling is dat ook niet gezegd door regering en het onderhandelingsorgaan. Integendeel is aangegeven dat de koopkrachtversterking na juni zou worden gecontinueerd. Het niet uitbetalen van de koopkrachtversterking wordt niet geaccepteerd door de vakbeweging.